Voor mij betekent dat dat iemand eigenlijk volledig machteloos staat ten opzichte van het gokken. Dus dat betekent eigenlijk dat hij of zij geen rem heeft. Uh, ondanks de negatieve gevolgen die het heeft, uh, of de negatieve gevolgen. Uh, de invloed van het gokken heeft negatieve gevolgen op eigenlijk verschillende levensdomeinen. En ondanks die negatieve gevolgen blijft die persoon eigenlijk toch maar verder gaan met gokken. Uh, en kan hij daar geen afstand van nemen.